Yo, kijk van IMT, vandaag heb ik een gloednieuwe game, namelijk House Flipper. Welkom bij House Flipper. In dit spel kunt u huizen kopen, renoveren, inrichten en verkopen. Voor nu moet u tevreden zijn met deze gate. Dat is nu dus mijn kantoor. Oké, okay. Er zijn nieuwe bestellingen in je inbox. Ik heb al wat video's gekeken van deze game, dus ik weet wat de eerste dingen zijn. Zo meteen krijgen we dus iemand met zijn vriendje die dus zijn verwarming gestolen heeft. Het is echt super weird. Deze muis sensitivity. Ik weet niet precies. Oh, ik kon dus mijn laptop gebruiken, dus iets naar me klikken. Dus ik ga naar de e-mail en dan hebben we dus van Sarah Lyson. Mijn ex-vriendje heeft de verwarming gestolen. Ik moet dus het huis schoonmaken en foto's uit Facepam. GG. Dus ik moet dus het huis schoonmaken en vervangen ontbrekende apparaten. Zullen dus de politie niet instellen. Oké, gaan we doen. Ik ga natuurlijk niet alles voorlezen. Wil alles gewoon lezen, dan zet ik hem even op pauze. Anders gaat het echt heel lang duren. En verlies ik ook de interesse in de game. Dus we gaan nu lekker opschonen. Dus ik kan gewoon door het klikken. Klik, klik, klik. Maar dat snap ik niet. Waarom stel je een verwarming? Ach, hoe moest dat? Tablet, tab. Ik wilde eerst ook op tab mijn opnameknop zetten. Wat ik het niet gedaan heb. Een radiator. €37,20. Ik ga hem snel installeren. Dus gewoon letterlijk klikken. Ja, dus. That simple. Ik heb niet heel veel van deze game gezien, maar ik weet wel wat de eerste twee missies eigenlijk zijn. Of één van de eerste twee. Ik heb snel gekeken op YouTube wat de game precies inhield. Die zo. Rol van werktuig. Schrob. Beetje schrobben. Oh, is er nog een doosje afval? Haha. Waarom zit dat niet gewoon de tv? Ik snap het niet. Oké, ik zou dit zeker wel dom lijken. Ik heb nu al €458,52 verdiend. €471. Dit verdient echt super simpel. Ik vind echt maar zo snel geen. Ik heb het echt niet zo snel schoon. Die. Nee, zo. Ik heb een skillpunt. Zo werkt dit. En dan zo. Zo. Zetten we jou even daar neer. Eerst het weer rechtop. En dan gaan we de slaapkamer schoonmaken. Zullen we nog kijken wat in de kastjes zit? Of kan dat niet? Nee, oké. De badkamer, zo te zien. Met voortgang is dat niet 1700%. Maak schoon. Oh, daar. Dat zie je toch bijna niet. Alle opdrachten zijn voltooid. Nou, dat is even kijken als skillpunten. Wat hebben we eigenlijk allemaal? Dit is dus allemaal bouwen. Klusjes, man, tuin. Oh, ik heb ook de DLC trouwens hiervan gekocht. Dan gaan we schoonmaken. Dus we kunnen dus dan iets zien op de minimap. Sneller schoonmaken of goede bezem. Dus ik ga denk voor de minimap. Vind ik op zich wel makkelijker. En controleer opdracht voltooien. Dat is het nieuwe Steam Overlay. Oh ja. Kunnen jullie dat niet zien? Ik zou dat even aanzetten, de Steam Overlay. Dan kunnen jullie dit ook zien. Ja, staat dus goed is nu aan. Oké, we kunnen eens kijken naar een nieuwe e-mail. Een beetje grind en struik. Dit is dus een DLC pakket, die wil ik even niet doen. Nog meer verwarming. Ik zou je alleen betalen als ik volledig tevreden ben, anders krijg je niks. De winter komt eraan, de winter zijn hard en er is geen verwarming in mijn huis. Eigenlijk. Monteer ze nu. Er staat nu een heel lelijk venster voor mijn neus. Opslaan, rammen en dan is dat weg. Oké.
openen. Misschien missen ze overal verwarming, zoals hier. Dus dan gaan we naar de winkel. Een radiator. Die gaan we zo installeren. Dit is echt gewoon zo gedaan. Gewoon helemaal niks voor eigenlijk. Dus die gaat erin. Ik kan nog niet losdraaien, anders trek je deze tussenuit. Niet echt maar zo eenvoudig. Ik had een nieuw skill point. Wat in? Nee. Misschien moet hier nog wat gedaan worden. Hè? Nee dus. Kan ik hier nog dingen openen? Nope. Dan gaat het hele huis heen. Oh, ik heb gewoon een minimap zien wat er gedaan moet worden. Moet hier gedaan worden? Ik denk een wasbak. Gok ik. Dus. Kopen staat hier. Nee, dus. Huis. Wasbak. Nu kopen. En die gaan we installeren. Als eerst moet je deze pinnen volgens mij doen. Moet je zo eraan schuiven. En dan kun je deze schroeven vastdraaien. En de moeitjes erop doen. En dan kun je de slangetjes eraan monteren. En dan moet die waterdicht zijn. Dan weer deze eraan. Die erop zetten. Rubbertje er maar tussen. Wow, die gaat wel heel simpel. Gewoon kraam erop klikken. Moet die geen... moet die geen zware hals tussen. Huh? Oh, ik moet even anders klikken. Moet ik nu even testen? Nee, dus... Sluit de deuren. Nee, je moet mij niet meenemen. Oh, wacht, er moest nog wat gedaan worden. Een handdoekradiator. Oké. Handdoekradiator. Gaan we het even installeren. Schroefje erop. Doppie erop. Hier hetzelfde. Nog een keer het doppie erop. En gewoon even weer vastsleutelen. Die ertussen. Die erop draaien. Dit doppie erop zetten. En die is also done. Hier moet nog een radiator. Radiator. Zo. Kopen. Setup. En monteer het. Thank you very much. Het ziet er best wel lelijk uit. Maar die achtermuur ziet er best wel weer netjes uit. Alle opdrachten zijn voltooid. Eigen foto's en afbeeldingen. Is het opgevallen dat we bijvoorbeeld met de tabletgalerij op de tablet elke afbeelding op je harde schijf kunt kiezen. Deze als pose afbeelding kunt gebruiken aan de muur te hangen. Nou, nah, laten we dat maar niet doen. Is die scan wel van mail? Ik vind het wel grappig om een keer een tuintje aan te leggen. Oh, ik had helemaal niet gekregen wat er gedaan moest worden. Ik kom meteen op accept gedrukt. Kijk, dit is dus van een nieuwe DLC die ik gekocht heb. Mijn bestaat DLC al een tijdje. Vanaf nu kun je je eigen tuin ontwerpen. De planten kun je vinden in de categorie tuinwinkel. Nou, gefeliciteerd, je hebt een nieuw gereedschap ontgrendeld. Met een tuinslang kun je bloemen water geven en een waterreed vastvullen en buiten vuil wegspuiten. Wat moet ik nou precies doen? Grondbedekking uitstrooien. Eénkleurig grind. Wacht even, onderdelen. Oh, op zo'n manier werkt dat. Onderhandel voor de prijs. Optie voor de prijsonderhandeling. Snelle opdrachten.
min 2% van de vereisten van de opdrachten. 10% extra uitbetaling voor opdrachten. More monies. Klusjes, man. Monteur. Oké. Lijsten, snelle tegelen en behangen. Dat hebben we nog niet eens nodig. Ga naar de tuin. Ik zoek dus grind. Eénkleurig grind. Wij zijn een object. Nee, dus. Naar mij of is het gewoon laggy? Hoe haal ik onkruid weg? Oké, ja, dat is gewoon een conifeer. Conifeer. Nee, dus. Conifeerstruik. Oh, dat is het. Conifeerstruik. Conifeerstruik. En wat is dat vorm? Oh, we moeten natuurlijk eerst planten. Jezus. Plant erin steken. Maar hoe haal ik onkruid weg? Nou, letterlijk zo dus. Oké, dat was iets simpeler dan ik had verwacht. Dus je moet ook... tweekleurig grind. Oké. Tweekleurig grind. Oké, zo. Ja, kijk. Moet ik nog een beetje leren. I got a new skill point. Conifeer. Dus een conifeerstruik. Nu kopen we hier neer. Dig it. Diggy diggy hole. Dus aarde erop doen. Beetje water geven. Op naar de volgende. Dat is ook tweekleurig. Tweekleurig. Zo. We zien. En we de coniferenstruik planten. Veerstruik. Doe gewoon deze. Plant. Schep weg. Schep weg. En nog meer wegscheppen. Gat is nu volledig uitgegraven. Aarde erop doen. Een beetje water in. Moeten we deze nog even. Conifeer. Planten. We gaan het scheppen. We gaan even opscheppen, jongens. Graven, jongen. Dat is wat je gaat doen. Het gat is nu volledig uitgegraven.
beetje aanplanten. Een beetje water. Alle opdrachten zijn voltooid. Ik weet niet hoeveel achievements er precies zijn. 38. Nou, we kunnen best wel een hele lading gaan proberen te halen. Zoveel zijn het op zich niet. Maar we gaan zien hoeveel er zijn. Dus in ieder geval, laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Tjus.